Right 7-0, departures 1238. Pushing 4861, wind 09-07, clear takeoff 07-right. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een aflevering van de Toy Soldier. En vandaag iets totaal anders als metaaldetectie. Ik heb gemerkt, ik ben een horlogeliefhebber. Waar moet ik beginnen? Ik weet het niet eens meer. Ik heb gemerkt dat veel mensen in de comments of via een pb'tje altijd vragen van hey, jij hebt een apart klokje om, hoe kan dat? Waar komt die vandaan? Wat is dat? Ik ben een horlogeliefhebber. Ik draag graag horloges, ik verzamel horloges, ik kan genieten van horloges. Maar het moet wel binnen een bepaald budget passen. Ik ben namelijk niet de verzamelaar die binnen de Rolex, Patek, Philippe, noem al die merken maar op, past. Het moet betaalbaar blijven. En binnen die betaalbare range zoek ik de grenzen op. Ik wil graag een leuk horloge, ik wil graag een mooi horloge, of ik wil een horloge met een verhaal erachter. Lion Watches, die voorziet niet alleen horloges, maar die voorziet ook het verhaal erbij. Waar ze vandaan komen, waar ze gemaakt worden, waar ze voor staan, welke fabrikant het is, wat voor uurwerk erin zit, maar ook wat de achterliggende gedachte achter zo'n horloge is. Ik heb natuurlijk wel allerlei verhaaltjes eraan plakken en zo'n horloge stiekem gaan dragen en af en toe in het hoekje Lion Watches verzorgt uw horloge plaatsen of een Instagram post en dan verder geen uitleg geven. Maar jullie kennen mij, jullie weten hoe ik ben. Ik ben zo transparant als een glazen bol. Je hoeft er maar in te kijken en je weet hoe het zit. En daar hou ik van. Dat is ook de reden waarom ik bij Lion Watches terecht ben gekomen. Nee, het is gewoon een samenwerking. Ik kan er wel allerlei mooie verhalen van maken, maar het is gewoon een samenwerking. En ik ben heel erg blij met die samenwerking. En daarom wijd ik daar, voordat ik het horloge ga dragen en jullie dat allemaal zien, wijd ik er een video aan. Vind ik leuk, vindt hij leuk en ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. We gaan hem uitpakken. Ik vind het gewoon zonde om open te maken. Ik hoop dat het horloge net zo mooi is als het pakketje. Ja, nogmaals, ik ga jullie zo natuurlijk uiteraard het merk verklappen en ik ga er wat over vertellen. Maar ik had het horloge nog niet eerder gezien, of het merk niet. Het is een merk wat uit Amerika komt en het zijn twee jongens die in principe bezig zijn met het ontwikkelen van horloges die good looking zijn, maar wel betaalbaar. Maar dat mag ook niet ten koste gaan van de kwaliteit. Nou, dat is een hele opgave. Good looking, kwaliteit en niet al te duur. Ja, hoe realiseer je dat? Nou, dan denk je dat ik alles verteld heb. Maar er is nog een derde aspect bij dit merk. Deze jongens, die willen graag ook iets betekenen voor het milieu. Dus zij hebben een milieuneutraal verpakking zelf. Deze verpakking is milieuneutraal. En daarom denk je, waarom heb ik zo'n luxe horloge in een karton doosje? Fingero. Fingero. En wat betekent Fingero? Fingero is afgeleid van Vini Vidi Vici. Ik overwin. Dit hoort niet bij het horloge, maar dit is een extra service van Lion Watches. Wist ik niet, zie ik nou zitten. En dan is die daar. Het horloge. De Fingero Altitude. Met een kast van 43 mm is die niet extreem groot, maar zeker ook niet klein. Het is een robuust horloge. De twee andere klokjes die je in het midden ziet. Aan de onderkant een tweede tijd, dat is handig voor het reizen. En dat heb je vaak bij pilotenhorloges. En aan de bovenkant is een dag- en nacht indicator. Ja, ik weet niet of je de weg kwijt wil raken.
dat je het verschil tussen dag en nacht niet meer weet. Maar het is wel leuk dat het erop zit. Het is mijn eerste horloge die dat heeft. Het is geen duikerloosje, ofschoon die wel waterdicht is. Tot 100 meter. Dus dat is douchen, zwemmen, alledaagse water aanraking is geen enkel probleem. Hij wordt geleverd met 2 jaar garantie. En misschien is het nog wel leuk om aan de achterkant te laten zien. Zie je een soort doorkijkglaasje. En het is niet alleen marmerkleur, maar het is ook echt marmer. Voor de avondmensen is het op zich wel heel erg leuk dat het volledige klokje, dus zowel de cijfers als de wijzers en de kleine wijzers, allemaal sterk zijn gelumd. En wat betekent dat? Dat betekent dat ze licht geven in het donker. En dat is wel handig als het schemer is of als het donker is, dat je nog steeds goed kan zien hoe laat het is. Hoe staat zo'n 43 mm horloge nou om je pols? Nou, zo. En dan is het ook de bedoeling dat je hem achter je knokkel draagt. Er zijn mensen die doen hem heel los en die willen hem graag hier hebben, omdat ze een trui dragen en een horloge willen laten zien. Maar volgens de etiketten draag je hem achter het knokkeltje. The way to go. Zo hoort het. Dat was hem alweer. Korte video over Lion Watches en Fingero. Lion Watches verkoopt uiteraard niet alleen Fingero, maar ook vele andere merken. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar Lion Watches, net als dat ik dat werd, kijk dan even in een linkje in de beschrijving. Daar kan je gewoon op klikken, kom je vanzelf bij Lion Watches terecht. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon heel overzichtelijk. Voor nu, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.